In deze video ga ik je laten zien hoe we de volumeknoppen en de draadloos oplader antenne moeten vervangen van de iPhone 10. Het is een onderdeeltje wat niet heel vaak kapot gaat, maar als die kapot gaat is het wel vervelend als je de knoppen aan de zijkant niet kan bedienen. Nou, de draadloos oplader antenne zit vast gesoldeerd aan de volumeknoppen. Dus als je kunt solderen, dan kun je ze apart van elkaar vervangen en anders zou je ze in het geheel moeten vervangen. In deze video laat ik zien hoe je ze in het geheel moet vervangen. Nou, alle onderdelen en het gereedschap wat ik gebruik vind je terug in de omschrijving. We beginnen met het uitzetten van de iPhone 10. Daarna kunnen we de twee pentelobe schroeven verwijderen die naast het oplaadpoortje zitten. Als we de twee pentelobe schroeven hebben verwijderd, kunnen we het schermpje een klein beetje gaan verwarmen. Dit doen we met een heatgun. Daarna plaats ik een zuignap onderaan het scherm en zet ik redelijk wat kracht en probeer ik een plectrum ertussen te drukken zodat ik het schermpje kan scheiden van de achterkant. Let op, je mag best wel wat kracht op de zuignap zetten omdat het schermpje best goed vastgeplakt zit aan de achterkant. Daarna kan ik beetje bij beetje het scherm verder verwijderen en de iPhone als een soort van boekje open doen. Aan de binnenkant zit een beschermplaatje die heel veel connectoren op zijn plek houdt. Die zit vast met een aantal tri-wing schroeven. Die worden ook wel tri-point schroeven genoemd. Die gaan we allemaal verwijderen. Daarna verwijder ik het beschermplaatje en verwijder ik de connector van de batterij. Als ik dit heb gedaan, kan ik ook de oorspeaker en sensorkabel verwijderen en de twee kabels van het scherm. Daarna ga ik alle frame stickers verwijderen die nog in de achterkant van de iPhone 10 zitten. Soms blijven er ook nog wat frame stickers aan het scherm zitten, die moet je dan ook verwijderen. We gaan nu verder aan de onderkant van de iPhone 10. Er zitten een aantal tri-wing schroeven, die moeten we allemaal verwijderen. En ook de kruiskapschroeven die in de hoek zitten. En links van de trillmotor zit ook één kruiskapschroef. Daarna kan ik het antennetje verwijderen. Dat doe ik met een nylon sputje. En de connector die op de luidspreker zit. Nou, nu zit de trillmotor straks nog vast met één schroef. Die gaan we er nu uitdraaien. En dan verwijderen we de trillmotor. Nou, dit doen we dus zodat we beter bij de batterij stikken kunnen. Dit is niet per se nodig, maar maakt de reparatie wel makkelijker. De batterij stikken kun je het best zo horizontaal mogelijk houden. Want als je ze verticaal omhoog gaat trekken, is de kans dat ze scheuren enorm groot. Persoonlijk vind ik dit altijd nog wel een lastig karweitje. Nou, aan de bovenkant zit één sticker, daar kunnen we al goed bij. Wees wel voorzichtig met de camera aan de bovenkant. Nou, daarna kunnen we de batterij verwijderen, de simkaart houden uit het moederbord halen. Nou, hier zit nog een soort van houdertje die het moederbordje op zijn plek houdt. Die gaan we verwijderen. Het pinnetje van de simkaart druk ik weer terug, anders krijg je het moederbord er niet uit. Daarna kan ik de overige connectoren van het moederbord afklikken. Want zoals je kunt zien is de antenne voor het draadloos opladen ligt net iets onder het moederbord. We moeten dus straks het hele moederbord gaan verwijderen. Ook de connectoren van de achtercamera en van de aan- en uitknop. Nou, er zit een soort van houdertje om de achtercamera heen. Die moet ik verwijderen. Aan de bovenkant zit op dat houdertje nog een klein antennetje. Dus zorg dat je voorzichtig dat schroefje verwijdert. Dat je niet te agressief gaat schroeven, want anders kan je de antenne kapot draaien. Het antennetje leg ik nu voorzichtig aan de kant. En dan kan ik het houdertje gaan verwijderen. Ook de achtercamera kan er nu uit. In het moederbord zitten ook nog twee schroefjes. We leggen alle schroefjes op de magnetische schroefmat. En de wifi en bluetooth antenne klik ik ook los van het moederbord. Nu kan ik het moederbord verwijderen. En maak ik nog iets meer ruimte aan de onderkant.
Daarna schroef ik het houdertje weg, zodat ik beter bij de volume switch kan. Deze zit vast met een aantal kruiskopschroeven en die moeten we allemaal verwijderen. Nou, de volumeknoppen zitten dus aan het draadloos opladen vast. Als je kunt solderen, dan kun je ze dus ook apart van elkaar vervangen. Ik maak nu voorzichtig de draadloos opladen antenne warm, zodat ik hem daarna gemakkelijker kan verwijderen. Nou, ook de kabel voor de volumeknoppen zit een beetje geplakt aan de achterkant. Nou, ik ga hem niet kapot maken, ik haal hem er mooi heel uit, zodat ik netjes de reparatie kan afmaken. Nou, er zit nog een rubbertje om de volumeswitch heen. En ook het knopje van de volumeswitch moet je zelf overzetten. Kijk even goed hoe die in de oude situatie zit. Als je eenmaal ziet hoe het knopje vast zit, dan is het vrij eenvoudig om hem over te zetten. Het is wel een beetje een gepriegel. Daarna kan ik het rubbertje ook overzetten, zodat hij weer mooi in de iPhone 10 ligt. De draadloos opladen antenne sticker kan er ook af. En alle stickertjes die nog op de kabel van de iPhone 10 volume en draadloos opladen zitten. En ook alle overige stickertjes kunnen verwijderd worden. Nou, ik begin aan de bovenkant. Daar zet ik als eerst de volumeswitch weer vast. Let goed op dat het houdertje erachter ligt van de volumeknoppen. Er zit nog een folie aan de bovenkant, die verwijder ik nu. En dan kan ik het laatste kabeltje ook vastschroeven. Het is best wel een priegelige reparatie als je dit bijvoorbeeld vergelijkt met een batterij vervangen. Nu kan het houdertje daar weer op zijn plek. En kunnen we het moederbord weer terugplaatsen. Nou, eerst maak ik de wifi en bluetooth antenne weer vast. Daarna kunnen de camera's weer op zijn plek. Om wat houvast te creëren schroef ik de twee schroeven weer terug in het moederbord. En daarna klik ik alle connectoren weer vast. Nu plaats ik de achtercamera weer terug op zijn plek. Zit vast met twee connectoren. En als ik dat heb gedaan, druk ik het houdertje weer in de zijkant. Let op dat je hem er niet oplegt. Je moet hem echt aan de rechterkant er een beetje indrukken, zodat hij in de achterkant zit. Anders past het straks niet. Dus kijk even goed ook aan de onderkant rechtsom, dat hij echt erin ligt. Ook het schroefje aan de bovenkant voorzichtig terugdraaien, dat je die antenne niet door midden draait. Dat kan namelijk snel gebeuren. En het schroefje aan de onderkant plaats ik weer vast. Ook het schroefje wat we hier verwijderd hebben, zodat we beter bij de draadloze antenne konden. Nou, hier zit een houdertje die zorgt dat het moederbord goed op zijn plek blijft. Die schroef ik weer terug. De simkaarthouder kan weer terug op zijn plek. De trilmotor kan ik weer terugplaatsen. Dus tijdens deze reparatie verwijder je dus best veel onderdelen. Het is ook een langdurige reparatie. Bijna alles moeten we verwijderen. Er blijven nog maar een paar onderdeeltjes zitten. Zoals bijvoorbeeld de dock en de wifi en bluetooth antenne. Nou, we kunnen het antennetje weer vastdraaien. Ik plaats eerst de kruiskapschroeven terug. Daarna kan ik alle driving schroefjes terugplaatsen. We zijn nu alweer een heel eind. Nog wel een groot gat in de iPhone 10. Dat is dus voor de batterij straks.
Nou, de batterij moet een nieuwe batterijsticker hebben. Die plaats ik aan de achterkant van de batterij. Ik zorg weer dat die flapjes weer netjes aan de zijkant komen. Zoals deze batterij weer een keer verwijderd moet worden, dat het ook gewoon netjes weer kan. Nou, de sticker verwijder ik. En dan kan ik de batterij weer op zijn plek zetten. Nou, ik plaats nu weer een nieuwe frame sticker. Ik haal eerst het bovenste laagje eraf. Dan zet ik hem op zijn plek. En het is belangrijk om hem een klein beetje aan te drukken. Anders blijft de sticker straks aan het plastic zitten en niet aan de achterkant van de iPhone 10. En we willen juist dat hij goed blijft zitten en netjes op zijn plek blijft. Dus goed aandrukken is essentieel. Daarna verwijder ik de tussenlaag. En dan blijft er nog een heel klein laagje achter, zoals je kunt zien. En die verwijderen we echt helemaal op het laatst. Eerst plaatsen we het scherm terug. Nou, de connector van de batterij doe je altijd als eerste eraf. En plaats je als laatste weer terug. Dus dat doen we nu ook. Als laatste de batterijconnector. En dan kan het houdertje er weer op die alles op zijn plek houdt. De driving schroefjes kunnen weer vastgedraaid worden. Voor deze reparatie is een schroefmat echt essentieel. Want je moet zoveel schroefjes verwijderen hebben en die hebben allemaal een andere afmeting bijna. Dus anders kun je snel fouten maken. Het laatste laagje van de frame sticker kan eraf. We kunnen de iPhone weer dichtdrukken, aan de bovenkant beginnen en dan langzaam naar onderen. En als laatste natuurlijk de twee pentelobe schroeven terugzetten op zijn plek. Dat doen we dus weer met de pentelobe schroeven draaien, dat is weer het andere. Nou, essentieel is ook de iPhone weer testen. Werken de volumeknoppen weer en de draadloos opladen antenne. Nou, Face ID doet het. De touch lijkt het goed te doen. 3D touch doet het. De proximity sensor doet het. Nou, de camera's werken goed. Volume omhoog, volume omlaag. De mute switch doet het. Nou, de aan-uitknop doet het. Draadloos opladen. De reparatie is voltooid. We hebben de iPhone 10 draadloos opladen antenne en volumeknoppen succesvol vervangen. Nou, het was dus een langdurige reparatie, maar het resultaat mag er zijn. Het is dus belangrijk dat je een magnetische schroefmat gebruikt en dat je alles na die tijd weer goed test. Werkt de draadloos opladen, werken de volumeknoppen, maar ook je Face ID, Touch, 3D Touch. Dat zijn allemaal functies die je allemaal weer goed moet testen na de reparatie. Nou, ik hoop dat je wat aan deze video hebt gehad of dat je in ieder geval wat van hebt geleerd. Ik zou het enorm waarderen als je even een likeje wil geven. En ik wil je bedanken voor het kijken naar deze video. Tot ziens!